21 maart aanstaande is het weer tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dus ook in onze gemeente Berg en Dal. En daarom de komende tijd een serie interviewtjes met partijleiders, om het zo maar eens te zeggen, van de partijen in de gemeente Berg en Dal. En Alex ten Westeneind van GJS heeft de eer als eerste hier aan tafel te zitten, Alex. Dat is een hele eer. Ja. Ja. Zeg, voor mensen die niet uit Millingen komen en niet bekend zijn met GJS, vertel eens wat over de ontstaansgeschiedenis van deze lokale partij. Nou, GJS is eigenlijk even oud als ik ben. Dan is dat ook gelijk geen geheim meer. 1962 is de partij opgericht, ook mijn geboortejaar. En het is in die tijd, zoals mij bekend is, ontstaan door wat onvrede bij de sportvelden. En daardoor is er een lokale partij, Gemeente Jeugd en Sportbelangen, opgericht. En sinds 1962 draaien wij mee in de lokale politiek. Ja. Eerst de Millingen aan de Rijn, de wat kleinere gemeente. En de laatste 3 jaar vol energie in de wat grotere gemeente Berg en Dal. Oké. Okay. Kom je uit een gezin waar politiek een belangrijke rol speelt? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar hoe ben jij er dan ingerold? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ben in 1989 prins carnaval geworden van Millingen aan de Rijn. Van Boemelgat. Van Boemelgat in die tijd. En blijkbaar viel het de politici op dat ik wel van mijn woorden kon komen. Dus ik ben toen ook gevraagd om in de politiek te komen. Ja. En voordat ik wist was ik fervent aanhanger en lid van GJS en Millingen aan de Rijn. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Waarom eigenlijk? Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht om bij een politieke partij te gaan. Maar ik merkte wel dat Millingen heel erg bruiste. Ook in die tijd. Het was een mooi dorp. En dan kom je met die politiek in aanraking. En dan zie je dat je in de politiek een heleboel kunt betekenen. Okay. Voor de kernen en voor de dorpen. En in die tijd natuurlijk voor Millingen aan de Rijn. En in het begin was het even taaie kost, hè, want het is niet altijd even makkelijk om door de stukken te lezen. Maar uiteindelijk zie je van, hey, de binding en wat er in die politiek gaande is, dat doet er wel degelijk toe voor de dorpen. Ja, maar waarom dan specifiek GJS? Omdat GJS de eerste was die aanklopte natuurlijk. En wat ik belangrijk vind, en dat vind ik nu nog steeds, is dat juist die lokale partijen ook heel erg bij gemeenteraadsverkiezingen er zijn voor de dorpen. Nee. En ja, landelijk is dan toch weer wat breder, hebben ook wat meer van bovenaf, zoals ik het beoordeel. En lokaal ben je eigenlijk los van die landelijke richtlijnen, daar hebben wij geen last van. Ja. Wij kunnen als zelfstandige partij opereren. Ja. Als we nou even terugblikken naar de afgelopen 3 jaar. Hè? GJS, een typisch Millingse lokale partij. Ja. Nu een lokale partij van de gemeente Berg en Dal. Ja. Hoe heeft die partij dat aangepakt om zich te verbreden richting Groesbeek? Ja, nou wat ik heb gedaan op het moment dat die fusie eraan zat te komen met de gemeente Groesbeek en Ubbergen, toen ben ik eigenlijk bij de raadsvergaderingen gaan polsen bij de gemeentes van, goh, welke partijen profileren zich hier nu en op welke wijze en waar zouden een raakvlak met GJS kunnen zijn. Ja, zo zijn we eigenlijk uitgekomen toen bij de start van de fusie bij de GVP in Groesbeek en de toenmalige C90 in Ubbergen. Daar hebben we ook een samenwerkingsverband mee gesloten. Ja. En op die manier hebben we dat eigenlijk gedaan. Gewoon kijken, raadsvergaderingen met de mensen praten uit die partijen van en waar is dan de klik? En hier hadden wij de klik gevonden. Wat hield die klik in? Nou, dat je toch op heel veel dossiers op één lijn zit, maar ook menselijk gezien. Hè, klikt het met jou als mens? Zit je daarmee op één lijn? Hoe sta je in de samenleving? Hoe beleef je dat? En daarmee hadden we met deze partijen eigenlijk wel een hele goede klik. Als we nog eens een keer terugkijken naar die afgelopen 3 jaar, waar ben je dan het meest trots op wat je bereikt hebt? Als gemeenteraad of als GJS? Nou, ik denk dat wij als GJS toch als kleine lokale partij het Millingen aan de Rijn mee hebben mogen doen in het grotere geheel. Als blok van 3 hebben wij mee mogen doen in de coalitie. En uiteindelijk hebben we ook ruim 20 maanden een wethouder uit Millingen mogen leveren. Ja, ja. En ik merk gewoon dat het toch heel prettig is om in het college te zitten. Want je krijgt er nou eenmaal alles mee. En op die manier kun je ook sturing geven aan het reilen en zeilen van Berg en Dal. En dat is mij als wethouder ook heel erg goed bevallen. Welke portefeuille had je? Ruimtelijke ordening, openbare werk, dat waren eigenlijk de hoofditems. Ja. Dus groenbeheer, wegen, openbare werken, de wagentjes die je ziet rijden van Berg en Dal. Nou, dat zit allemaal onder mijn portefeuille. Ja. Laten we het dus over de trottoirs hebben. Ja. Er zijn heel wat helemaal niet echt goed in orde, hè? Nee, dat klopt. Het is wel sterk verbeterd. De indruk is ook als wij om ons heen horen dat de kwaliteit zoals er omgegaan wordt met groenbeheer, maar ook met wegenbeheer, dat we daar wel een slag gemaakt hebben. Mm-hmm. Maar het kan altijd beter. Ja. En de zorg voor trottoirs is er. En zeker als je ziet dat we te maken hebben met vergrijzing. Mensen worden ouder. En dan moet je natuurlijk ook zorgen voor een veilige omgeving. En ja, ik denk dat daar een trottoir er één van is. Als je het hebt over de vergrijzing, daar staan een aantal paragrafen van in jullie verkiezingsprogramma. Ja. Wat kun je er meer over vertellen? Wat kan de gemeentepolitiek doen om de vergrijzing tot een positief iets te maken? Nou ja, punt 1 constateer je dat de vergrijzing er is. En dan moet je met elkaar kijken welke kant gaan we op. Want we weten ook met z'n allen dat vanuit Den Haag gestimuleerd wordt om langer thuis te blijven. Ja. Nou, dat is een zorg, want hoe doe je dat dan? Hè? Want ja, mensen zijn vaak toch hulpbehoevend. Dus je moet met elkaar naar middelen zoeken om de mensen ook een veilig thuis te bieden. Ja. En ik denk dat daar de politiek een rol in speelt van hoe gaan we met elkaar om met de zorg. Hoe zorgen we dat mensen goed geïnformeerd zijn, dat ze ook instructies krijgen, opleidingen krijgen. Opleiding is een zwaar woord, maar in ieder geval handvaten om veilig thuis te kunnen leven. En ja, daar ligt een zorgplicht en daar moeten we samen vanuit de gemeente ook ja, vorm aan geven. We zijn ook zoekende hè, van, ja, van hoe gaan we dat dan doen. Maar je ziet een hele duidelijke kentering en ja, mensen gaan gewoon langer thuis wonen. Ja, dat is heel veel vanuit Den Haag afgelopen jaren met de gemeentepolitiek terechtgekomen. Is het eigenlijk allemaal wel te behappen? Het is ontzettend veel. En ik moet eerlijk zeggen, als wethouder ben ik 100%. Ik ben dagelijks gewoon bezig. Dan kun je overal goed in verdiepen. Maar ik heb ook respect voor de raadsleden, waarvan velen het er maar even bij moeten doen. En het is toch niet niks wat er allemaal door Den Haag op ons potje is gelegd aan regelgeving. Ja. En ik denk dat we dat redelijk goed op de rit hebben. Maar we moeten nog wel stappen maken richting de toekomst. Ja. Zeg, als wethouder ben je eigenlijk een portefeuillehouder voor het hele college. Hè? Ja. Ben je eigenlijk niet een partijman, maar nu als partijman. Ja. Waar ben je het meest trots op wat in het programma van GES staat? Waarvan je zegt van, mensen, daar moet je GES stemmen. Nou, wat ik vind, en die boodschap wil ik ook heel graag uitdragen. Ik ben wethouder van de Millingse partij, maar ik voel me ontzettend wethouder van de gemeente Berg en Dal. Okay. En daar wil ik ook vooral uit blijven stralen met GES, weliswaar een lokale partij, maar we zoeken wel heel nadrukkelijk de verbinding met de omgeving en met eigenlijk alle kernen. Mm-hmm. Want ik denk dat daar de kracht ligt van Berg en Dal. Je moet het niet afzonderen. Er zijn ook partijen die zich heel erg gaan focussen of op Groesbeek of op de polder, hè, dat weten we allemaal, Polenbreed is er inmiddels. Ja. Nou, dat is niet onze insteek. Wij willen echt die verbinding blijven zoeken, want we zullen het toch met elkaar moeten doen. Het wordt nooit geen Millingen meer, het wordt nooit geen Ubbergen meer. Nee. We zijn Berg en Dal en vanuit daar moeten we verder groeien, denk ik, naar een hele mooie gemeente. Ja, maar als je zegt, van, we doen het voor Berg en Dal, dan kunnen mensen goed net zo op de partij voor Berg en Dal stemmen. Maar waarom dan toch GES? Ik denk omdat GES, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, kijk, 21 maart is een ontzettend belangrijke dag, want dan mag u stemmen. Maar wat ik belangrijk vind, en zo heb ik me ook geprobeerd te profileren als wethouder, vooral die 1400 zoveel dagen die daarna volgen, die zijn eigenlijk nog veel belangrijker. Mm-hmm. Want dan zijn we met elkaar in beweging, dan gaat de boot vooruit. Ja. Maar dat zijn ook heel veel momenten waarop we met elkaar moeten bijsturen. Mm-hmm. En dat kan alleen maar als je met elkaar in gesprek blijft, de goede gesprekken voert en een open oor hebt voor de omgeving en iedereen. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen 20 maanden als wethouder nadrukkelijk proberen te doen. Mm-hmm. Elk signaal wat ik maar hoorde heb ik serieus opgepakt en gezegd oké, en dan maakt het mij niet uit of het in Millingen is, een Keekdom, Leutenooi of noem ze allemaal maar op. Voor mij is iedereen dan even belangrijk en lief. Wat heb je gemist de afgelopen 3 jaar? Gemist de afgelopen 3 jaar in de politiek? Ja. Nou, wat ik uiteindelijk dan gemist heb, is dat je dan een stuk samenwerking met elkaar hebt ontwikkeld. En wat ik dan mis is uiteindelijk de echte verbinding die dan ontstaat tussen politieke partijen. Ik had heel erg gehoopt dat we naar een breed gedragen dorpspartij waren gegroeid en dat is er niet van gekomen. Dat vind ik jammer en dat vind ik ook oprecht een gemiste kans. Maar dat is de situatie. Het was niet onze keuze om het op deze manier te doen. En vanuit die optiek gaan we gewoon verder als GES, maar wel met een verwijde blikveld van iedereen doet het toe en we zijn er voor alle kernen. En dat zullen we ook uitstralen in ons programma en onze brochure die eraan zit te komen. Wordt een drukke tijd? Het is al een drukke tijd en het wordt nog drukker. Maar wel ontzettend spannend om te doen en ook heel leuk om te doen. Ik heb een leuk campagneteam om me heen en ik moet zeggen, daar haal je ook weer hele erge positieve energie uit. Daar kan ik me eens bij voorstellen. Ja, dat is absoluut zo. Zeg, hoeveel zetels heeft GES nu? GES heeft er nu 2. En het worden er? Op dit moment, en het worden er wat mij betreft 3. Oké. We blijven het volgen, Alex. Dankjewel. Geen probleem. Dankjewel voor het gesprek.